volgende punt zijn het milderen van de groeipaden. Voor alle duidelijkheid, ik ken ondertussen ook wel het politieke spel hier wel, dat het aangeduid wordt als besparing. Doe maar het klopt natuurlijk niet. Hè. Een besparing is als je effectief zegt van kijk, jij deed het de voorbije jaren met 100 en vanaf morgen moet je het met 95 doen. Dat is niet wat we hier doen. Dat is niet wat hier gebeurt. Hier zeggen we, je moest het tot nu doen met 100. Je ging normaal gezien morgen 110 krijgen, maar je gaat nu maar 108 krijgen. Dus je krijgt maar 8 euro bij in plaats van 10. Dus je moet het met iets minder meer doen. Die krijgen niet minder dan ze gisteren kregen. Ze gaan alleen iets minder krijgen dan dat ze tot nu toe dachten dat ze zouden bijkrijgen. Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe ik nog meer kan duidelijk maken. Ik heb het thuis trouwens aan mijn kinderen ook wijsgemaakt met een zakgeld. Hoe dat eruit zag, hè, dat ze vanaf morgen... Wijsgemaakt. Ze hebben het begrepen. Ze hadden dus iets minder, maar ze kregen meer. Ja. Mijn kinderen hebben het begrepen, meneer Joska. Ik reken op u om dat ook te begrijpen. Anders zal ik het nog een keer komen uitleggen. Maar die hebben dat in elk geval begrepen. Dat is inderdaad dat je minder meer krijgt. Hè. Daar komt het op neer. Ik heb geen flauw idee hoe ik het nog duidelijker moet zeggen.